Nou, ik ben weer thuis na de hele dag voor Studio Zelda te hebben gewerkt. Chicky zit inmiddels hier op mijn spullen, want ik weet niet of Tom wat heeft gefilmd in de studio vandaag. Maar we hebben los van elkaar gewerkt. Ik zat in het kantoor en hij zat in de studio samen met Vera. Hij was daar druk bezig en ik was dus druk bezig met retoucheren. Maar ik ben net weer thuis. We hebben net samen gegeten en Tom is nu alweer de deur uit. Hij is namelijk gaan tennissen en het regent echt als malle, dus ik snap er niks van. Maar is goed. Dus ik heb nu eventjes voor mezelf. Ik denk dat ik nog even doorga, want ik heb niet het target gehaald dat ik vandaag wou halen. Ik moest namelijk ongeveer 9 beelden doen. Dat heb ik niet gehaald. Dus dat ga ik nu nog eventjes inhalen. Zodat ik dinsdag niet 3 extra beelden hoef te doen. Ik denk, of woensdag, want morgen hebben wij een shoot. Morgenochtend. Vandaar ook alle spullen hier, want wij hebben een shoot staan bij Contentmarkt. Dat is hier echt een paar minuten lopen vandaan. Dus daar gaan we dan heen. En dat is alleen 's morgens en dan, gaat Tom denk ik de spullen weer terugbrengen. En dan kan ik ook door met editen. Ik vind het namelijk fijn om alvast een beetje verder te komen. Zodat het niet achteraf allemaal nog extra is. Dus ja, dat is de update voor nu. Mijn studio spullen liggen. Eigenlijk niet, hè? Vooral niet zo met die nagels erin wat je nu aan het doen bent. En je gaat zo vallen, schat, want je kont zweeft erboven. Ja, ik weet het. Niet zo chagrijnig kijken. Ik ben al de hele dag samen met Chicky aan het retoucheren. Het ligt nu hier achter, maar het lag ze ook de hele tijd hier zo. Super annoying, want dan kan ik natuurlijk niet typen. In de tussentijd ben ik lekker home makeovers aan het kijken. Geen idee, maar ja, ik ben dus lekker aan het retoucheren terwijl Vera en Tom aan het fotograferen zijn. Good morning, het is vandaag vrijdag en wij zijn in de studio. We hebben vanmorgen alweer een meeting gehad. En inmiddels zijn we bezig met een oproepje plaatsen voor een aantal modellen. Dus ja, druk bezig vandaag weer. Het is vandaag zaterdag en we zijn heel erg lekker opgestaan. We zijn heel erg chill opgestaan eigenlijk. En daarna zijn we naar de supermarkt gegaan. Wij gaan in één keer heel graag staan. En ik heb gisteren iets besteld, want ik heb gisteren een cadeaubon gehaald. En die heb ik gelijk verzilverd. Want ik heb de nieuwe Call of Duty voor de PlayStation 5 gekocht. Echt super vet, die wou ik al heel erg lang. Ik ga ook een stukje gameplay denk ik wel in doen als ik de Amsterdam map ga spelen. Want ze hebben Amsterdam helemaal nagemaakt in een game. Echt heel vet. En ik had gezien bij Pepper dat er ook een PlayStation 5 store bij de Albert Heijn was. En daar waren we net. En die hadden ze ook. En deze heb ik van Jasmijn gekregen. Want ik wou pinnen. Maar Jasmijn drukte net haar pinpas erop. En toen heeft ze deze van mij gekocht. Superleuk. Thank you.
We zijn bij de studio nadat we vandaag lekker thuis hebben gewerkt. Want we gaan namelijk, je ziet het niet, het is hier zo donker, de auto pakken. En dan gaan we nog even eten. En dan gaan we vanavond bij iemand anders een keertje spelletje spelen. Gewoon pijn in je hoofd. Good morning, het is vandaag zondag en we hebben gisteren echt een hele leuke spelletjesavond gehad. Namelijk, dat heet niet meer kolonist van Catan, maar Catan hebben we gespeeld met een uitbreiding. En Tom heeft gewonnen, terwijl hij het spel volgens mij nog maar één keer eerder heeft gespeeld. Maar dat is echt heel erg gezellig en leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En hopen dat we ook binnenkort een keertje met een grotere groep kunnen spelen, maar het was in ieder geval al super leuk. En we gaan vandaag waarschijnlijk richting het museum. We hebben namelijk de auto voor staan. Dus we dachten, waarom laten we daar geen gebruik van maken? Dus gisteren ook nog eventjes getankt. En Tom is nu eventjes ontbijt halen. En dan gaan we straks de hort op. Okay.
Inmiddels zijn we bij loods 5. We gaan hier eventjes kijken. We zijn momenteel namelijk op zoek naar een bijzettafeltje. Dus even kijken of ze hier misschien nog wat moois hebben. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Doei doei. Doei. Yoga. Oh, we kijken recht je aas in.